Het is vandaag 15 oktober, de internationale dag van de witte stok. In dit kader heeft de overhandiging plaatsgehad van de kinderboeken van schrijfster Indra Hu, die in braille zijn omgezet, aan de waarnemend directeur van de stichting NSBS, Meredith Ormskerk. Dit project is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Stichting Rupsje Regenboog, Bethesda Suriname en de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS. De overhandiging vond plaats op het trottoir van Kerpalani aan de Maagdenstraat. Volgens de waarnemend directeur NSBS, Meredith Ormskerk, moet deze doelgroep beter tot zijn recht komen in de maatschappij. De Internationale Witte Stokdag is dus wederom een goede gelegenheid om dit te benadrukken. We zijn het enige centrum, blinde centrum in Suriname. En de mensen met een visuele beperking, die komen dan naar ons toe. Ze worden verwezen door de oogarts of als ze al blind zijn, maakt helemaal niet uit. Ze mogen komen en dan geven wij ze dan informatie. Maar vaak genoeg is de informatie die ze krijgen van de oogarts, als ze al eenmaal blind zijn of van de oogpolie, niet... De mensen weten niet precies wat er te doen is of wat er te doen valt. En dat is een beetje moeilijk voor ze. Indra Hu, schrijfster van de kinderboeken, is van mening dat elk kind hetzelfde recht heeft tot het lezen van boeken. Geen enkel kind mag zich uitgesloten voelen, ongeacht de beperking. Daarom is het ook haar streven dit project voort te zetten. Ik schrijf dan in ABN. Wanneer ik dat schrijf, heb je een groep kinderen. Kinderen met een beperking, bijvoorbeeld de slechtzienden en blinden, zij kunnen dat niet lezen. Maar ze hebben een eigen schrift, braille schrift. Er zijn heel weinig Surinaamse verhalen, boeken, omgezet in braille schrift. En het was een van mijn wensen, is een wens van mij. En daar ik 20 jaar schrijver ben, wil ik het echt vieren, nietwaar? Met de kinderen, want zij hebben ervoor gezorgd nu natuurlijk dat ik zoveel verhalen heb ondertussen. En dus zijn er 4 die ik heb uitgekozen om in braille te doen. Eigenlijk zijn er al 2 eerder. Het COVID-boekje, wat ik heb geschreven in 2020, is al in braille gedaan. En het eerste boekje, mijn debuutboekje. Dus dit was mijn wens. En ik sprak toevallig december 2021... met de voorzitter van, of nu de huidige voorzitter, van Bethesda. Bethesda is een stichting in Nederland. En zij hebben ervoor gezorgd dat wij de boeken nu in braille hebben kunnen doen samen met NSBS. En dat is dus waarom ik het doe. Leesplezier voor alle kinderen in Suriname. Met of zonder een beperking. Ormskerk zegt dat de boeken niet alleen bedoeld zijn voor kinderen, maar ook voor ouders die slechtziend zijn en toch nog een kinderverhaal willen voorlezen. De boeken zullen verder verstrekt worden, zodat lezen ook onder deze doelgroep gestimuleerd wordt.